Hallo, leuk dat je weer kijkt naar de SC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. We zijn bezig met de laatste 32. 1 tegen 1. De winnaar gaat door naar de laatste 16. En vandaag staan er wel echt twee quizgiganten tegenover elkaar. Bart, Matthijs van Nieuwkerk, vriends. En onze vriend uit Rome, Isaac van Achelen. Oftewel eigenlijk twee podcasters tegenover elkaar. Of het zo zou moeten zijn, jongens. Ja, ik moet wel zeggen dat ik al tegen zijn twee vrienden heb verloren in een quiz vorige week. Ah, we gaan het trio compleet maken dan. Oh, zo, lekker zeg. Oké, het is een nieuwe ronde. Het is 1 tegen 1. Even kort uitleggen, het zijn drie rondes. Ronde 1, 5 trivia vragen. Ronde 2, 5 spelerspaspoortjes. En ronde 3 is een opstelling waar 5 namen ontbreken. Ook belangrijk om te zeggen, het is dus niet een finale vraag dat wie wint, dat die doorgaat. Nee, alle punten worden bij elkaar opgeteld. En over die punten gesproken, jullie krijgen een joker van ons. 1 joker, die mag je inzetten voor 1 ronde. Moet je wel voor die ronde vertellen dat je hem in gaat zetten. En dan verdubbelen we je punten in die ronde. Zo, is het helemaal duidelijk? Yes. En misschien nog even goed om te zeggen, ronde 1 en ronde 2 gaat het om snelheid. En ronde 3 schrijven jullie zelf de ontbrekende namen op. In ieder geval, als je ze weet, op de pen en papier die jullie voor jullie hebben liggen. Klaar voor? Ja. Bart, succes. Yes. Isaac, succes. Laten we beginnen met ronde nummer 1. Vraag nummer 1. Uit welke stad is Bas Nijhuizen afkomstig? Bart. Ja, Bart. Enschede. Is helemaal goed. Puntje voor Bart. Zo, die wist je wel heel snel. Weet je dat van elke scheidsrechter, Bart? Wel van hoop, denk ik. Okay. Vraag nummer 2. Memphis kreeg onlangs een storm van kritiek op sociale media nadat hij in hun huis poseerde met een nogal ongebruikt. Ja, Bart. Een leiger. Ja, en ik was die vraag aan het opnoemen. Toen dacht ik, dit hebben jullie gewoon besproken in de Kort Podcast. Ja, dat is. Maar Isaac heeft ook geluisterd, dus die had het kunnen weten. Inderdaad, helemaal ja, goed. Ja, die weet ik ook. Die was wel heel. Die lunch die zit nog. Maar slaap ik om deze tijd. 2-0. Vraag nummer 3. West Ham United kocht deze winter speelmaker Thomas Suchek. Van welke club namen de Irons de Tsjech over? Isaac. Voor mij is het niet de Irons trouwens, maar de Hammers. Maar goed. Bart, was jij eerste? Nee. In mijn oortje wel, ja. Oh, nou, Isaac. Heel goed. Heel goed dat jij wel eerlijk bent, Isaac. Sparta Praag. Dat is niet goed. Bart? Nee. Victoria Pilsen. Is ook niet goed. Ik had toch meer naar Isaac gekeken. Het is namelijk Slavia Praag. Shit, man. Okay. Vraag nummer 4. Ricciano Habs speelde voor zijn doorbraak bij AZ Isaac. Op. Oh, ja. Voor het Eagles. Zo. Dat is hartstikke goed. Ja, mijn vraag was aan welke club was zijn half seizoen verhuurd? En dat is inderdaad Go Eagles. 2-1. De hatelijke 0 is ook in Rome van het bord. Laatste vraag van de eerste ronde. Het is wel echt een podcastronde. Van welke club kwam Marco Pantelić transfervrij over naar Ajax? Jullie mogen antwoord geven als jullie het weten. Bart. Ja, Bart. Duitsland. Werder Bremen. Is niet goed. Isaac. Stuttgart. Ook niet goed. Het is de club uit de hoofdstad van Duitsland, Hertha BSC. Ja. Ronde 1 zit erop en dat betekent dat Rotterdam, oftewel Bart Vriends, een 2-1 voorsprong heeft genomen. Laten we doorgaan naar ronde nummer 2. Spelerspaspoortjes, favoriete onderdeel van Bart Vriends en Isaac van Achelen. Gaat er iemand een joker inzetten? Dus ik kan hem of nu inzetten. Of in de derde. Ja, dat is heel scherp, Bart, als er 3 ronden zijn. Dan zet ik hem nu in. Bart zet hem in. De joker is ingezet. Dat betekent dat voor elk goed antwoord Bart 2 punten krijgt in plaats van 1. Je mag me onderbreken als ik het spelerspaspoortje aan het opnoemen bent of als je aan het lezen bent. Laten we beginnen. Spelerspaspoortje nummer 1. Valarenga, Solna, Rode SC, Alcor Sportsclub, Qatar Sportsclub, Alwada Mecca, Portland Timbers, Vancouver Whitecaps.
Ik denk dat er aan ze niet in de Zamba Club zeggen, maar gewoon club. Maar goed, dat terzijde. Vålerenga, Solna, Rode JC, Alcor Sportsclub, Qatar Sportsclub, Alwada, Mecca, de Portland Timbers en Vancouver Whitecaps. Bart. Ja, Bart. Is dat de Malky? Dat is helemaal fout. Dat dacht ik wel, ja. Ja. Maar wie dan? Begonnen in Noorwegen en geëindigd in Canada. Nou, dat doe je aardig. Aardig. Weet je het, Isaac? Geen gokje? Nee, ik heb echt geen idee. Pamuduka! Op stage geweest bij Manchester United. Zo is het. Ik heb geen idee of het waar is, maar als jij het zegt, geloof ik je meteen, Isaac. Spelerspaspoortje nummer 2. Slezski Opava, Bohemius Praag, Malada Boleslav, FC Groningen, Sparta Praag, Dukla Praag, Slovan Liberec, MSK Silinia, Victoria Ziskov en als laatste FK Slavoj. Wel lekker als je lekker de joker hebt ingezet deze ronde. Jezus man, geen idee. Ik zou bijna tegen jou willen zeggen, Bart, als je wat meer kan vertellen over die steden waar hij gevoetbald heeft, dan mag je ook een punt. Maar ik doe hem nog één keer. Opava, Bohemians Praha, Mlada Boleslav, FC Groningen, Sparta Praag, Dukla Praag, Slovan Liberec, MSK Silinia, Victoria Ziskov en FK Slavoj. Ondraj Svedik. Nooit van gehoord. Centrale verdediger van Groningen. Zeer waardevolle kracht. Spelersportje nummer 3. Aalborg, Ajax, Willem II, Grasshoppers, Aalborg. Bart. Bart is net iets eerder. Andersen? Nee toch? Oh. Kijk even naar de jury. Nee. Ja, Bart was inderdaad eerst 2 punten voor Bart. Oh. Ja. Ja. Toch iets beter internet aanschaffen in Rome, Isaac. Spelerspaspoortje nummer 4. Helsingborg, Wigan Athletic, FC Groningen, Genoa, Krasnodar. Ja, Isaac. Bart. Wie was het? Nee, nu ben ik. Isaac? Oké, zeg maar Isaac. Rankvist. Dat is helemaal goed. 4-2. Deed Genoa het voor jou of niet? Nee, Groningen. Ja, Groningen en Genoa. Toen, okay. Ja, toen wist ik het wel. Heel goed. Laatste spelerspaspoortje. FC Twente, De Graafschap, FC Twente. RKC, FC Utrecht, FC Twente. Nog één keer, FC Twente, De Graafschap, FC Twente, RKC, FC Utrecht en, om mooi af te sluiten, FC Twente. Ik wil graag een antwoord van één van jullie twee. Nee? Bart. Goedje. Ja. Wie? Erik ten Hag. Wie zegt het daarvoor, rechts van je? Ja, inderdaad. Is het goed? Oh, wat is die een verschrikkelijke Ludo Sanders acteur, jongen. Ik ben alleen. Ja, ik zie daar toch iemand wegduiken. Nee, is goed. Ja, ze hebben goed. 6-2. Ah, lekker. 2 punten erbij. Dat betekent dat het 6-2 staat na ronde nummer 2. En dan gaan we ons opmaken voor een bloedstollende ronde nummer 3. Ja, Isaac, de grote vraag natuurlijk voordat we ronde 3 gaan beginnen. Zet jij je joker in? Dat zal nu wel moeten, hè? Ja, of jij zegt ik heb hem niet nodig. Nee, doe maar wel, hoor. Heel goed. Jullie gaan zo meteen, ik ga het even uitleggen, jullie gaan zo meteen een opstelling zien. Daar ontbreken 5 namen. De bedoeling is dat je 1 tot en met 5 opschrijft op je blaadje. En achter nummer 1 de naam zet van de speler die op nummer 1 had moeten staan. Die we hebben weggelaten. Dus random, zeg maar, gewoon spelers neerzetten, dat telt niet. Je moet wel echt goed bij 1 de juiste naam neerzetten. Dus dan krijg je alleen een punt. Is dat duidelijk? Hij schrijft dus 5 namen. 5 namen ga je opschrijven. Dus ik zou nu alvast Isaac om te beginnen 1 tot en met 5 opschrijven. Bart ook. En dan ga ik langzaam aan jullie de opstelling laten zien. Jullie krijgen ongeveer een minuutje hiervoor. Dat heeft ook niet met tijd te maken. En
dan ben ik benieuwd zo meteen naar jullie antwoorden. De opstelling gaat over het volgende. In de finale van het WK 2006 wist Italië na een penaltyreeks af te rekenen met Frankrijk. Benoem de ontbrekende spelers in de opstelling van de Azzurri. Nou, er zaten wat podcastvraagjes voor Bart bij. Isaac, deze moet je foutloos kunnen invullen. Succes allebei. En we zijn bijna klaar. 5 seconden. Nee, het is niet te snel, jong. We hoorden er nog niet een aftel iets. Stop de tijd maar hoor, Nieuw. Hoe lang heb je nog nodig, Isaac? Ik heb alles opgeschreven, denk ik. Jullie hebben allebei opgeschreven, oké. Nou, Bart. Laat maar even zien wat jij had. Ja, misschien moet je het iets hoger doen, dat we het ook kunnen zien. Sorry, hier nog niet, denk ik zo. Nee, naar rechts. Ja, zo. Oké, op 1 heb je... Zambrotta. Ik denk Zambrotta. 2 heb je... Grosso. Ja. 3, De Rossi. 4, ja. Cassano. Oké. En 5... Vijf Totti, oké. Isaac, die van jou? Ja, dat is heel onscherp. Ja, iets naar rechts. Zambrotta, Grosso. En dan? Gattuso. Tuurlijk, Gattuso, ja. Camoronesi en Totti. Francesco, il Pubo, Totti. Oké, Bart, goed nieuws voor jou. Je hebt er 3 goed. Ja. Dan kom je dus op 9. En Isaac, jij had er ook... Nee, je hebt er 5 goed. 5 keer 2 is 10. Betekent dat Rome een mokerslag uitdeelt aan Rotterdam. Oftewel 1-0 voor Roos Stadio podcast tegenover de Core podcast. Kijk, hier zien we hem. Vraag over Italië komen in de finale tegen een Italiaanse podcaster. Nou ja, je weet, Italianen schuiven iets makkelijker met geld richting Broes dan dat dat hier in Nederland gebeurt. Dus ik zou daar een klacht over indienen. Isaac? Klopt het gerucht dat in Nederland moet je wel eens de Bijbel voorlezen of het volkslied zingen als je op de basisschool bent? Is in Italië dat deze 11 namen elke ochtend opgenoemd moeten worden als helden van het Italiaanse voetbal? Ik moet wel bekennen, want nu hebben we het over 14 jaar geleden. Ja. Dat was de eerste zomer dat ik echt in Italië was. En toen was je echt nog verliefd, hè? Toen was je helemaal niet bezig met voetbal. Hebben wij zelfs samen die wedstrijd gekeken, samen met een paar vrouwen, vriendinnen van haar. En maar heb je toen die wedstrijd gekeken of niet? Eerlijk zeggen. Zeg je? Heb je toen echt die wedstrijd gekeken? Ja. En toen dacht ik dus nog dat mijn vrouw een voetbalfan was. Maar dat is totaal niet het geval. Oké. Hey, maar Isaac, die date 14 jaar geleden heeft er wel voor gezorgd dat je door bent naar de laatste 16 van de FC Afkikken voetbalquiz voor de voedselbank. Bart, wat gaat er nu door je heen? Pure afgunst. Ja? Waar heb je het laten liggen, denk je? Nee, als je 5 goed in de finale hebt van een wedstrijd van 14 jaar geleden, dan heb je hem eerlijk en terecht verdiend. Nou, dat vind ik heel netjes van jou. Een waardig verliezer. Je kan ook op een mooie manier... Ik had Gattuso moeten weten, man. Daar ging het mis. Ik had Gattuso echt moeten weten. Ja, dan had je het nog steeds niet gered, want dan was je op 10 gekomen. Oké. Maakt niet uit, Bart. Zet je eroverheen. Succes met je carrière buiten het voetbal. Dankjewel hiervoor voor het meespelen. En Isaac, we zien Rome terug in de volgende ronde. Ja. Wat zeg je hebben? De groeten van mij aan Thomas en Maarten. En ze weten wel waarom. Dat kan ook hier gewoon in de voetbalquiz. Isaac, we zien jou terug in de volgende ronde. Bart, dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, graag tot de volgende aflevering. Ciao.